Goedemiddag, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Het is wisselvallig weer in Centraal- en West-Europa. En de meest pittige buien die vinden we terug in de Alpenlanden, met daar soms ook onweer. En dat kan ook pittige exemplaren zijn met lokaal wateroverlast en soms ook forse hagelstenen. Bij ons in Nederland is het wisselend bewolkt, met vanuit het noorden steeds vaker droge perioden en ook zon. En ook vanavond zal het dan op de meeste plaatsen droog zijn en ook wordt het op de meeste plaatsen helder, maar gaat het ook flink afkoelen. Als ik eventjes inzoom, dan is het beter te zien. Ik zal het onder icoontje eventjes weghalen. Maar vanuit het noordwesten neemt je dan, neem dan de opklaringen steeds verder toe. Want door invloed van hoge drukgebieden boven ten westen van ons, zorgen we ervoor dat de wolken worden onderdrukt. En dat het ook uiteindelijk op de meeste plaatsen droog gaat worden. Het duurt ook niet heel lang voordat het vanavond helder is. Want als ik de animatie aanzet, dan is te zien. Dat de regendruppeltjes geleidelijk aan steeds verder naar Duitsland verdwijnen en zelfs oplossen. En dat hoge druk bij ons steeds meer invloed krijgt. De druk neemt zelfs wat toe naar zo'n 1025 hectopascal, waardoor morgen de zon toch vrij vaak schijnt. Maar in het noorden en langs de westkust, daar kan het wel wat vaker bewolkt zijn. Later in de weken dan gaan we wel iets meer wolken zien. Een stroming van zee, dus er komt vochtige lucht onze kant op. Maar het lijkt eigenlijk vrijwel overal droog te blijven. En pas vanaf het weekend, dan wordt het weer geleidelijk aan wat wisselvalliger. Even kijken naar vanavond en dan is te zien dat het vanuit het noordwesten steeds verder opklaart. Er is een heldere periode en het koelt af naar ongeveer 18 graden. Daarbij neemt de wind in kracht af en is slechts zwak boven land met zijn 1 of 2 boevoren en matig aan zee met zijn 3 of 4 boevoren. Komende nacht zijn er dan heldere momenten. In het noorden is het soms wissend bewolkt en verder landinwaarts kan er soms wat nevel of mist voorkomen. Dat gebeurt vooral op de meest koele plaatsen. Lokaal koelt het af naar waarde beneden de 10 graden. Een graad of 8 als minimum sluit ik lokaal niet uit. En op andere plaatsen waar het niet zo nevelig of mistig wordt, daar koelt het af tot een graad of 12. Morgen is het dan een best aardige zomerdag. In het noorden van het land soms wat stapelwolken nadat de nevel of mist is opgelost. En temperaturen die oplopen naar waarden tussen 21 en 23 graden. Daarbij staat er weinig wind uit uiteenlopende richtingen. Dat komt omdat de kern van het hoge drukgebied boven ons land ligt. Ook de komende dagen blijft het best aardig weer. Woensdag, de warmste dag van de week. Met dan temperaturen tussen 23 en lokaal 26 graden. Nog steeds weinig wind. En donderdag dan de wind van zee. Iets meer wolken. Waarschijnlijk vrijwel overal gewoon droog. En temperaturen ietsjes lager dan woensdag. Maar nog steeds aangenaam. Vrijdag blijft ook nog een prima dag. Wel komen dan al de storingen dichterbij. Maar ook dan blijft het overal droog. En temperaturen van 23 tot 25 graden. De pluim, daarin is te zien dat het de komende dagen geleidelijk aan wat warmer wordt. Woensdag springt er echt uit dan de warmste dag van de week. Donderdag en vrijdag is het wat koeler, maar over het algemeen droog weer. En vanaf zaterdag dan neemt de wisselvalligheid echt toe. In de spreiding in de pluim zie je ook toenemen. En dat heeft allemaal te maken met storingen die eventueel gaan passeren. Komend weekend zal het misschien op sommige plaatsen nat kunnen verlopen. Maar wanneer het alleen maar om buien gaat, kan het ook nog eens wel eens mee gaan vallen. Het wordt wel beduidend koeler met temperaturen rond 20 graden. Mijn naam is Wilfred Janssen van weerplaza.nl